Daarvoor hebben we Emiel Dingemans. En hij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. En wederom, hij heeft voor ons ook een hele informatieve, goede en leuke toespraak bereid over... Ik zeg dit woord verkeerd namelijk. Speciesisme. Hallo vrienden. Ik wil graag als eerste de organisatie heel erg bedanken. Ook voor de stewards die mee hebben gelopen en alle vrijwilligers die meegedaan hebben. Applaus. Het is niet ongezien. Ik wil ook uit de grond van mijn hart ook jullie bedanken om hier samen te komen. Het is ongelooflijk om zoveel mensen bij elkaar te zien die voor de rechten van dieren opkomen en vinden dat ze die verdienen. En niet alleen hier in Amsterdam. Over de wereld zijn er in 25 landen of staten wordt deze mars gelopen. En laat één ding duidelijk zijn. Dit is niet zomaar een mars. Dit is een beweging. Een beweging voor een wereld waarin alle dieren ertoe doen. Hoe groot ze zijn, welke kleur ze hebben of hoe intelligent ook. Deze beweging groeit snel. Volgens onze laatste schattingen zijn er in Nederland al 120.000 veganisten. En vandaag zenden we een belangrijke boodschap uit. Het onrecht dat zoveel dieren wordt aangedaan, moet stoppen. We zijn hier niet omdat dieren niet voor zichzelf kunnen spreken. Dieren zijn niet voiceless, maar spreken hun eigen taal. Het zijn mensen die ervoor kiezen om niet naar ze te luisteren. We zijn hier om de stem van de dieren luider te laten klinken. Wij gebruiken onze stem totdat zij gehoord worden. Twee maanden geleden werd ik zelf diep geraakt door het verhaal van Rani. Een leeuwin. Ze werd 4 jaar geleden geboren in een gevangenschap. Ze was altijd al het meest eigenwijze kind van haar moeder. Ze was een ontdekker. Toen op een dag de deuren van haar leeuwenverblijf open bleven staan, ging ze op ontdekking voorbij de hekken waartussen ze gevangen was en ontsnapte. Voor het eerst in haar leven was ze vrij. Het duurde maar kort. De dierentuin schoot haar dood. Ze liet haar moeder en 2 broertjes achter. Net als Rani willen alle dieren hetzelfde. Het fundamentele recht op vrijheid. In mijn stad hangen posters van Blijdorp, maar daarop de tekst: ontdek wat dieren vertellen. Ik heb een boodschap voor ze. Luister naar wat dieren willen. Ja. De wortel van alle onderdrukking is het idee dat sommige levens meer waard zijn dan andere. Maar onze maatschappij behandelt dieren nog steeds anders op basis van een soort. Je krijgt een boete als je een hond schopt, maar je krijgt betaald als je een varken slacht. We leggen deze normen zelfs op anderen. Het NOS-journaal vertelde vorige week nog hoe erg het is dat in Indonesië honden op de menukaart staan, gevolgd door de tip om rivierkreeften te vangen omdat ze zo lekker zijn. Wij vechten tegen speciesisme. Wij vechten tegen het negeren van de fundamentele rechten van dieren, omdat ze anders zijn. Wij vechten voor het respecteren van de belangen en behoeften van alle dieren. Ongeacht hun uiterlijk. Of ze nu een vacht, veren of schubben hebben, ze verdienen een leven zonder onderdrukking of uitbuiting, net als wij. Stop speciesisme, kies veganisme. En maak zeker kennis met veganisme door bij onze stand in te schrijven voor de Vegan Challenge. We staan daar met een mini-stand.
En veganisme, waarom? Veganisme omdat dieren kunnen lijden. Omdat we niet de daders, maar de slachtoffers centraal stellen. En omdat alle dieren respect, compassie en veiligheid verdienen. Veganisme omdat alle dieren willen leven. Veganisme omdat dieren geen dingen zijn. Wij willen geen grotere hokken, maar lege hokken. Wij willen geen beter leven, maar laten leven. Wij willen alle dieren vrij. Dank u wel. Als dat geen duidelijke boodschap was, dankjewel Emiel. Heel erg mooi gezegd.